kan bijna niet geloven dat ik hier morgen alleen lig. En overmorgen. Juist nu we weer zo close zijn. Hé, hey, waarom gaan we er niet vandoor met z'n tweetjes? We sturen een brief naar de politie waarin we alles uitleggen, zodat Wiet vrijkomt en eigenlijk lekker weg. Dat is uit Amerika of zo, of... oh wel. Nee, daar zijn de medische voorzieningen misschien niet zo goed. Zwitserland. Daar kan ik fatsoenlijk eten. Ja. En we vertellen het tegen niemand. Nou, Tim en Sjoerd, die mogen het wel weten. Die kunnen hun mond wel houden. Dan kun ik af en toe langskomen. Sorry, schat. Ik maak het alleen maar moeilijker voor je. Bianca? Okay.